dat de derde deel van alles. En eigenlijk een beetje het vierde deel. We hebben gisteren nog gefilmd. Ik ga staan op de wc daar. Ze kan op beneden. Dat is niet. Ze was even zo. Ik ga ook proberen filmen. Die is het ook. Dit is hem. Nee, ik was aan het wacht kijken of wat jullie aan het vertellen van waren voor de camera. Oké. Valise, die gaan we nu dicht doen als het erin. Die gaan we dicht doen. Ik was tegen. Kom. Zo, als je nog dicht gaat, laten we maar gaan. Zie of het zo. Zo. Is helemaal dicht geraakt. Geweldig. En daar ligt mijn stitch. Dat is wat ik gisteren gedaan heb. Ah, de zon is helemaal terug. De zon. Is helemaal. De zon. Is helemaal terug. Je ziet het ook. Hè. De zon is helemaal doorgegaan. We zijn er nu tegen zich. De bedoeling allemaal. Het is echt vroeg. Nee, niet vroeg, maar ik bedoel. Dus alles is hier. Pik op pik. Maar je ziet de zon schijnt terug. Dat gaat hebben. Alles in de auto gestoken, want de auto staat hier. Natuurlijk kan niet zo dicht filmen, want anders dan staat de plaat erop. Hè. Dus alles zit hier. Dus dat is wel. Alles is erin geraakt. Ik heb hier nog maar water vast. We zijn nu aan het wandelen. Richting het pad. Ik heb mijn tas hier. Dat is wel gemakkelijk. En iedereen loopt voorop. Iedereen loopt daar voorop. Zo, ik loop hier. Dus. Natuurlijk, de beeld kan ik niet maken. Ik heb een corona natuurlijk aan het gaan. Dus dat kan ik niet. Deze mag niet nat worden. Ja, dat kan. Kunnen jullie mee binnen in het zwembad dus zitten? Met dat en niet zulke. Dus. Om 2 uur, Larissa, is je mama hier. Kunnen jullie allemaal een kaartje geven? Ons kaartje. Larissa? Dus dan ga jij met ons zwemmen. Ja, maar ik vraag dan maar, hè. Gewoon voor je in de hoogte houden. Hè. Ja, ja. Je weet toch. Zal ik wel aan de netten dan blijven zitten en kort bij in het water gaan. Die moeten we wel wat bijhouden voor het zwemmen, hè. Heb je zwemlief ook bij? Ja, ik heb alles. Dat is belangrijk, hè. Een handdoek ook, hè. Ja. Ze zegt, de camera geef ik dan daaraan. Wat ze filmen, dan doen ze zelf. Maar ik zal wel daar blijven zitten en ja, dat ik alles een beetje in doog kan halen. Ik ga je zwaaien zo. Ja. Ik heb nog niets gegeten vandaag, maar dat is ook niet nodig, denk ik. Voorlopig toch niks. Tot ik thuis ben, denk ik, met de auto en zo. Ik word soms zwaar ziek, hè, dus... Ja? Nee. Moet voorzichtig zijn. We zijn weer bij die geiten. Heb ik mijn mondmasker? Nee, weer. Mijn mondmasker is gegeten. Hoe was het met mijn man van de meerijen? Heel beter. Maar ik dacht, dat moet hij toch gedaan hebben, hè? Ik dacht, dat ga ik toch maar even voorstellen. Zo, we gaan nu naar binnen. Ja, dit deed ook al een keer eraan. Wacht, ik weet niet of ik nog in. Zo. Ik ga nu naar binnen. Jij bent het verliefd van je mama gekomen. Hier zijn allemaal diertjes. En dan met diertjes. Blij dat je hier zit.
kijk, er zijn geen eentje, ik vind er ook vier zijn. Iedereen heeft gezien, maar er zijn kleine eenden. Er zijn ook eekhoorns, als dat erop staat, dan hebben we dat ook gefilmd. Allee, we hebben dat proberen te filmen, maar zeker. Heel veel gemak om alles te filmen. Zeker het zwembad wordt sowieso niet gefilmd, dus maar ik kan je dat wel meegeven met hun. Kijk, je hebt je speeltuin en alles. Ja. Mooi, hè? De speeltuin. Ze zijn op geweest trouwens. En daar aan de andere kant heb je nog een vijver. Dingen. Echt, dat was stikke. Ach, die is aan het filmen, ja. Dat gaan we meepakken. Dus mensen, iemand is naar mij gekomen en heeft gevraagd, hey, is Bolstar nog hier? Maar Bolstar was aan het zwemmen. Dus nu gaan wij die persoon opzoeken. Die zit hier op een terrasje. En die wil heel graag Sil ontmoeten. En die wil Sil eigenlijk trakteren op een ijsje. Maar Sil moet zelf weten of dat ijsje wilt, ja of nee? Nee. Ik ben al blij dat je mij zou ontmoeten. Ik moet niks hebben. De persoon die u zoekt, jij gaat dat opeten. Is nu al naar u aan het kijken. Waar? De persoon die u zoekt, is nu al naar u aan het kijken. Die meneer. Die meneer? Die meneer. Oh my god. Weet je wie dat is? Nee. Muurmans Kevin. Marcel. Hij heeft stress, hè? Ik zei Kevin, hè. Hallo. Moet jij samen drinken of een kruimpje? Nee. Rust, zwemmen? Hij is aan het vloggen, hè. Oei. Terwijl... Ja. En? Dat is leuk hier. Ja. Moet je niks drinken of zo? Nee. Hallo. Nee, echt niet. Ja. Huh? Ik was echt aan het denken, wie kan dat zijn? Waarom lief? Ik zit hier hard, ik heb er stress voor. Voor wat? Omdat ik altijd stress heb met andere mensen te leven. Ah, ik ga zwemmen. Ik zet de Kevin daar. Het is de Kevin op TikTok. Ja. Ja, ik... Kijk, ik wist niet zo schoon dat hij hier is. Kun je zwemmen? Kun je zwemmen? Maar ik denk niet dat je hier mocht zwemmen. Ik denk het ook niet. Kijk daar eens, hoe grote ganzen. Ja, die zijn echt groot. Hè. Kijk. Zie je niet zo groot die ganzen zijn? Ja. Schoon, hè. Ah, kom, we gaan een foto pakken. Lekker, hè. En dan nog één, hè. Die naar hem gekomen is. Hey, mag ik bij... Je zit Bolstar, mag ik bij je op de foto? Huh? Ja, hè. Ja. En die heeft dat bij zijn gsm genomen. Ja. Ik heb dat bij zijn moeten pakken, hè? Die, ja. Ik heb gevraagd of die wilt posten, dat ik die kan zien, want anders zie ik die nooit, hè. Dus, ja. Dat is mooi daar, hè? Dat is heel erg. Zou die aan mijn vinger komen zitten, denk je? Staat erop, hè? Ja. Stuur ik de auto. Ik heb naar huis aan het rijden. Je hebt dat vastgehouden, hè? We zijn aan het eten. Way back home, stop voor de Mackie. Het was super leuk op kamp, het was echt heel leuk. Ik heb er echt van genoten. We hebben Sirik even naar huis gebracht, zodat ik kon zien in de auto. Ik mis wel heel hard eigenlijk, maar het was echt heel leuke die dagen. En ik hoop dat we dat volgend jaar opnieuw kunnen doen. Dus ik hoop dat je ook een beetje genoten hebben van de vlogs die we de komende dagen geleden gemaakt hebben. Wij zijn ook nog aan zwemmen trouwens, dat hebben jullie kunnen zien, maar dat hebben we niet kunnen filmen wegens. Ja, het kon eigenlijk wel aan de ene kant, maar... Ik had de camera toen al een stukje gegeven en daarmee
hebben we het dus niet gefilmd. Maar ik hoop dat jullie het leuke video's vonden. En zo ja, doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Kijk zeker eens even allemaal op de YouTube, de TikTok-accounts. Ik ga proberen om ze er allemaal van onder in te zetten. Ik ga dat proberen. Dat is nu het zonnelijk. Dat het eventjes gaat aangepast worden. Maar ik moet even vragen aan Narissa wat haar TikTok-naam is daarop. En dan ga ik die er allemaal onder zetten. En dan mogen jullie die allemaal volgen op TikTok. Als je natuurlijk TikTok hebt, natuurlijk. En bedankt voor het kijken. En aan iedereen, ook aan Silke, Elga, Lotten, Metap, Karin, Lotte en dan, ja, iedereen die meegaat is op kamp. Dankjewel voor deze leuke periode. Jullie zijn toppers. Ik hou van jullie. En tot de volgende keer. En altijd welkom bij mij. Altijd. Jullie mogen ook bij mij aan de deur komen. Hè. Dikke kus.